ik ben Eke, Eke Mariën. Jullie kennen me misschien uit het kooktijdschrift Delicious, een heel praktisch kookblad waar ik veel en graag uit kook. Vandaag ben ik de gast in de keuken van Nef en ik wil jullie laten zien hoe je heerlijke gebakken rijst maakt. Dit gerecht van Ching's gebakken Yangzhou rijst komt uit het China-nummer van Delicious. Nou, wat is er zo bijzonder aan dit gerecht? Dat is vooral de wijze waarop ik het ga bereiden vandaag. Ik gebruik daarvoor een Nef teppanyaki plaat. Wat is nu precies een teppanyaki plaat? Het is een grote bakplaat die heel heet kan worden. Daar kan je visjes op bakken, daar kan je vlees op bakken. Maar vandaag wil ik laten zien dat je er ook een heel gerecht op kan bereiden. Voordat ik de rijst kan gaan bakken, moet ik hem natuurlijk eerst garen. Nou, daarvoor heb ik de stoomoven gebruikt. De rijst is inmiddels gaar. En die rijst laat ik graag afkoelen, dan wordt hij wat steviger en dan kan ik de korrels beter bakken. Nou, even de groenten voorbereiden. Er gaat wat broccoli in. Die snij ik in hele kleine roosjes en dat doe ik omdat ik die in één keer wil garen. Nou, dan moeten die roosjes echt klein zijn. Dan ga ik de wortel flinterdun snijden. Daar gebruik ik een apparaatje voor, een mandoline. Kan natuurlijk ook met het mes, maar dit is lekker makkelijk. Nou, tot slot ga ik de kip hakken. Ik heb alle ingrediënten voor de gebakken rijst voorbereid. Ik heb ze hier klaarstaan. Ik heb wat garnaaltjes, mais, topertjes, broccoli, fijngesneden worteltje en wat kip. Eigenlijk is het van oorsprong een gerecht waarin je restjes verwerkt. Dus je kan ook gewoon kijken in je koelvak wat je nog hebt liggen en dat doe je in je gebakken rijst. Ik begin met het plutsen van de eitjes. Ik ga een omeletje bakken. Die haal ik dan later weer van de plaat af. En die komt dan tot slot door de gebakken rijst heen. Nu giet ik ei op de plaat met de spatel. Nou, je ziet, er vormt zich meteen een gebakken ei. Een beetje loswerken met de spatel. Dus in no time is het gaar. Nou, het ei is gebakken. Ik doe weer een beetje olie op de plaat en nu ga ik de rest van de ingrediënten bakken. Ik begin met de kip en de garnalen. Kijk, het grote voordeel van zo'n teppanyaki plaat is dat je veel oppervlakte hebt, waardoor al je ingrediënten goed kunnen bruinen. En het is juist die bruining die zorgt voor die hartige smaken, die het gerecht zo lekker maken. Kijk, en een ander groot voordeel van zo'n plaat is dat je er van alles op kan gooien. Ruimte genoeg. Nou, nu gaat de rijst erbij. En je ziet, ik voeg geen olie toe. Je hebt echt weinig olie nodig om hier goed op te kunnen bakken. En dat is ook een voordeel. Kijk, je ziet na verloop van tijd dat die rijst steeds bruiner wordt en dat betekent ook dat de smaken steeds intenser worden. Dus hoe bruiner die rijst wordt, hoe lekkerder je gebakken rijst. Nou, de rijst is nu mooi gebakken. Nu ga ik hem afmaken. Komt er wat sojasaus op en een beetje sesamolie. En nu kan ook de omelet er weer bij. Nou, tot slot even alles goed husselen. Nou, bordje opscheppen. En om hem af te maken doe ik er lekkere verse korianderblaadjes op. Nou, die heb ik hier staan in mijn potje. Dan heb ik echt een heerlijk bordje gebakken Yangzhou rijst.